Take the bass line out. Uh-huh. Jiggle. Uh-huh. Yeah. Let it bump. Uh-huh. Van X5, de officiële kick-off gaat nu beginnen. De jongeren die komen zo allemaal lekker naar binnen en die gaan tal van workshops doen. Ze gaan lekker lunchen. Strakjes gaan ze ook nog debatteren met Maxima. En natuurlijk het hoogtepuntje, het toetje van vanavond. Allerlei optredens en concerten van allemaal grote namen. My only help, but since when y'all niggas... Dit is Bea. Dag Bea, alles goed? Ja, helemaal. Ja? Bea is van het Alverdag College. Ja, dat klopt. Met hoeveel leerlingen zijn jullie hier vandaag? We zijn met 20 leerlingen hier uit 2 verschillende klassen. Oké. Okay. Ja, we hebben een soort quiz gedaan over wie er mee mocht, zeg maar, in deze 20 leerlingen. Die zijn echt geselecteerd. Take the dough and stay real jiggy. Uh-huh. Sip the crisp and get pissy pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready. AT5, die kennen alle Amsterdammers, maar als je een beetje Amsterdam weer een keer AT5 wil. Nou, AT5 die zit hier vandaag en AT5 die gaat een workshop geven, maar nou weet ik niet wat ze precies gaan doen. Maar dat kunnen we ze gewoon vragen. Dag collega's van AT5. Een vraagje, jullie gaan een workshop geven vandaag hier? Ja, absoluut. We gaan kinderen leren hoe ze... Mensen op straat kunnen interviewen. We geven wat voorbeeldjes. We geven ze op een gegeven moment ook zelf een camera. Naar aanleiding van een onderwerp uit de krant. Hebben we bij ons, de krant van vandaag, de Metro, Go. En dan, wat wordt het onderwerp? Wat worden de vragen dan? En stel ze maar. Fatih en ik die pakken de camera en de kids die gaan lullen. Dat kijken we hier terug. Degene die het beste doet, die loopt eens een dagje lekker met ons mee. En de AT5... cursisten die zijn aan het rondlopen om gewoon mensen lastig te vallen met een camera. We gaan hetzelfde gewoon doen. Hallo, alles goed? Ja. Ja. Lukt het allemaal een beetje? Ja, ja, gaat heel goed. Ja, ga je zo meteen ook gewoon de camera pakken en gewoon assertief zijn en gewoon vragen stellen? Leon gaat heeft de camera vast. Wij stellen alleen vragen voor de camera. Oké. Wil jullie het alvast een beetje uitproberen of niet? Nou, ik hoef niet te... Ja, welkom op. Hier heb je de mic. Neem maar gewoon. Okay. Hier heb je de mic. Doe je ding. Voelt u zich veilig op straat? Ja, ik voel me wel veilig, man. Gozer. Ik heb een busje traangas bij me. Ja. Dus het komt altijd wel goed. Stay on my toes, got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustle is still inside of me, and as far as progress, you be hard pressed to find another rapper. 5 over 1, ik wil erg graag eens backstage passen. Ik zal het even uitleggen aan de kijker en de luisteraar. We nemen het ondertussen ook even hier op, hoor. Okay. Ik had net een deal met ze gemaakt dat ik ze een bandje zou geven en ze hebben mij 5 minuten gegeven. 10 minuten. Oké. Nou is het mij nog niet gelukt om een bandje voor jullie te regelen. Ik kan je mijn bandje geven, als je hem eraf krijgt mag je hem hebben. Nee. Je mag hem eraf trekken. Nee, trek hem maar eraf, trek hem maar eraf. Ja? Trek hem maar eraf. 1, 2. Harder. En het lukt haar niet eens en wat er tegenover staat, dat zijn een paar reepjes chocolade, dames en heren. Ik heb er al 2 gehad, die heb ik net weggegeven. Bekende merk, Mars. Ja. Oké, mag ik het doen? Ja. Mag dus niet. Probeer het maar. Kijk. Tada! Alsjeblieft. Mag ik de rest van de chocolaatjes? Dankjewel, echt heerlijk. We hebben één goed luck, Mars. Die staat er voor 4. Hebben jullie wat? Dat zijn 3. Ja, nog eentje. Ben je gek? Ja? Nog een Mars en nog de kids, toch? Nog eentje. Ja, dank jullie wel, man. It was good doing business with you, man. Zo gaat dat er hier aan toe. Ik heb nog wat dingen die ik kan verpachten vandaag. Namelijk van X kaartjes. De leerlingen krijgen een soort van workshop van een bekende NOS-presentatrice. Dat is niemand minder dan Astrid Kersenboom. Dat is die vrouw daar in het midden. Ik sta hier met Astrid Kersenboom. Jij geeft vandaag een cursus nieuws lezen. Ja, een workshop. Dus okay. We laten ze vooral zelf nieuws lezen. Okay. En dan zeggen wij wat er allemaal niet aan deugt. Ah, nee, hoor. Okay. Nee, ik moet zeggen, ze doen het heel leuk. Echt met heel veel energie. Dus er zijn altijd wat puntjes waar je wat aanmerkingen op kunt hebben. Maar over het algemeen doen ze het heel goed. Okay. Wanneer was nou het moment voor jou dat je dacht van, hé, ik ga nieuwslezeres worden? Nou, ik wilde vooral journalist worden.
En ik heb de Academie voor Journalistiek gedaan. En vervolgens ben ik gaan werken bij een regionale omroep. En daar mag je alles doen. Ja, en dan blijkt het presenteren wel heel erg leuk is. Oké, en dan begint het op een gegeven moment en dan voordat je het weet zit je bij het NOS en... Ja, voordat je het weet zit je bij het NOS-journaal, joh. Dat gaat zo makkelijk. Oké, wat is tot slot jouw gouden tip naar onze luisteraars toe? Ja, vooral lekker blijven luisteren, toch? Ja. Ja. En 5 jaar Funix voor jou, heeft dat nog iets van een betekenis? Nou, ik ben niet helemaal de doelgroep. Maar mijn kinderen beginnen in die leeftijd te komen. Dus volgens mij binnenkort schalt het bij ons ook gewoon uit de radio. Ja. Oké, dan dankjewel Astrid nog voor succes. De workshops zitten erop. Iedereen gaat zich nu klaarmaken voor het grote debat met Maxima. En daarna onze Funix 5 concert met allerlei grote artiesten. Ik zeg voor nu peace en voor straks tot plotseling. Dat was hem. Dat was hem heel goed. Dat was hem toch? Nee.